Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met Abi Jo en Rachel. We gaan praten over Silo Perfume Balm. Dat is een nieuw product dat deze twee dames vanaf 2019 aan het produceren zijn en ook op de Surinaamse markt hebben geïntroduceerd. We maken dus vandaag een babbeltje met hun om meer te weten te komen over het product en natuurlijk ook over hun ondernemerschap. What we need is a little Q-Time. Abi Jo en Rachel, goeiedag en welkom bij Q-Time. Dankjewel. Jullie zien er prachtig uit. Een echt een entrepreneurial women op z'n Surinaam. Fantastisch. Very nice. Kijk, Abi Jo kennen we al een beetje meer vanuit haar modellencarrière natuurlijk. We praten vandaag over ondernemerschap. Dus dat is weer een nieuwe fase van het leven. En Rachel, die moeten we vandaag kennis mee maken. Dus laten we alvast beginnen om daarmee van start te gaan. Yes. Ik ben Rachel. Ik ben al vanaf 2011 zijn Abi Jo en ik partners. We hebben een beauty salon en eigenlijk rond coronatijd, toen alle salons dicht moesten, hebben we besloten om een nieuw venture te starten en dat is Silo Perfume. Ik ben 35 jaar, Surinaamse. Ik heb financial management gestudeerd. En ik heb eigenlijk altijd een bedrijf voor mezelf willen starten. En toen, ergens in 2008, leerde ik Abi Jo kennen. En we spraken. En toen hebben we besloten om iets te samen te beginnen. En zo ben ik eigenlijk in de beauty. Het is eigenlijk niet mijn vakgebied, maar... Abi Jo doet beauty en ik kan de finance doen en de planning. Dus we vullen elkaar lekker aan. Ja, oké. Nou, very nice. Ja. Goed. Dus eigenlijk heb ik I drag her into it. Ja, you drag her into it. Okay. Beauty is natuurlijk altijd wel een voorliefde van Abi Jo geweest. Alles wat daarmee te maken heeft. Eigenlijk is het voor jou ook een andere stap. Want in principe sta je nu hier aan een hele andere kant van de lijn, zeg maar. Hoe heb je dat ervaren? Ik ben gewoon erin gerold. Het was eigenlijk nieuw, omdat je dan ook met mensen omgaat. En normaliter was het eigenlijk alleen achter de schermen. Maar it's exciting. Ja. Ik heb altijd wel, dat ondernemen zat altijd in mij. Het was niet alleen maar voor de camera staan, dat vind ik sowieso leuk. Maar ik was ook realistisch. Ik had ook zoiets van, hey, je wordt een dagje ouder en je moet ook naar andere mogelijkheden beginnen te kijken. En why not something in the field that you love? Weet je, vandaar dat we ook een salon zijn gestart, omdat dat sowieso gepaard gaat met beauty, met bezig zijn on stage, off stage, mensen opmaken, weet je, alles eromheen. Ik heb haar, omdat ik zo goed met haar kan communiceren en zij heel goed kan plannen. Ik ben een beetje slecht daarin. Hebben we eigenlijk de ding zo goed en zo snel in elkaar gezet. En we zijn gewoon al die jaren bezig geweest. Voordat je dacht, waren we al 10 jaar in de business. En we hadden zoiets van, hè? Zijn we echt al zo lang bezig? We hebben het heel prettig ervaren. Natuurlijk waren er ook ups en downs. De downs hebben ons veel geleerd. Door de jaren heen. We zijn ook hechter naar elkaar toe gegroeid, heb ik gemerkt. En het heeft ons ook scherper gemaakt. In die zin van, je gaat nieuwe dingen moeten uitproberen om bij de tijd te blijven. Er komen elke dag nieuwe dingen bij in de schoonheidsbranche. En toen kwam COVID. En COVID heeft ons gedwongen om echt met iets nieuws te komen waarbij we niet stil moeten staan. De salons moesten zoals je weet dicht. Ja. En we zijn ondernemers. We zijn afhankelijk van onze eigen inkomsten. Dus we moesten een andere manier van inkomsten, een andere inkomstenbron gaan creëren. Oké, en toen kwam Silo Perfume Balm. Ja, en zoals Rachel aangaf, heeft zij dus wel vaker last van allergieën. En we hebben ook daarop ingespeeld. Omdat niet zij alleen, maar ook een aantal klanten van ons hebben gemerkt, die komen met dezelfde klachten. Dus toen had zij zoiets van, hey, misschien moeten we iets gaan ontwikkelen dat veilig is voor onze type huid, weet je, mensen die last hebben van eczeem of van extreme jeuk of whatever. En ja, zo is het dan geboren. Okay. Goed, vertel ons wat meer over het product, Silo Perfume Balm. Als ik naar het woord of de naam
luister, dan is het eigenlijk een parfum, maar dan in een vorm van een balm. En een balm is dus eigenlijk een soort van crème, een beetje dikke crème, als ik het goed heb omschreven. Ja, crème zelf. Crème zelf, oké. Vertel ons waarom jullie hebben gekozen voor dit product om te ontwikkelen. Want als je praat van, oké, is goed, we willen iets gaan ontwikkelen dat te maken heeft met non-allergic reactions, dan is perfume niet het eerste waar je aan denkt, lijkt me zo. Je zou eerst denken aan gezichtsverzorging of dergelijke andere lijnen waar je in de eerste instantie aan denkt, maar jullie kiezen hiervoor. Hoe is dat gegaan? We hebben hiervoor gekozen omdat de meeste mensen, niet ieder gebruikt bijvoorbeeld make-up, en we wilden iets hebben dat accessible was voor ieder. En toch, iedereen gebruikt toch wel parfum. En er zijn niet veel andere opties voor mensen die allergic zijn, die gespray parfum. Dus we dachten van, this is the perfect product. Okay. En we houden persoonlijk zelf. Oké. Okay. Maar zijn jullie echt bezig hier geweest jullie eigen geuren te ontwikkelen? Ja. Ja, oké. Okay. Yes, en, we hebben echt geëxperimenteerd met verschillende geuren, verschillende oliën en gecombineerd. Ja. Er waren veel missers, maar uiteindelijk hebben we toch de juiste recipe gevonden. Maar werken jullie ook met Surinaamse producten? Grondstoffen bedoel ik, dus bloemen en planten die in Suriname voorkomen hiervoor? We gebruiken bijenwas van Suriname, maar niet altijd omdat de productie van natural beeswax van Suriname low is. En naarmate het product bekender wordt, is grotere hoeveelheden nodig, hè? Ja, om de productie te We hebben veel meer nodig nu, waardoor we niet alles meer hier locally kunnen halen. Dus we moeten importeren. Ja, we moeten wel importeren. En jullie geurstoffen, die komen ook uit het buitenland? Ja, onze olie komen uit het buitenland. Oké. Goed, maar het product, hoe werkt het? Want het is een soort van zalf, zoals jullie het zelf hebben uitgelegd, maar het is parfum. Ja. Yes. Parfum is inherent direct aan spray, hè? Maar goed. Okay. Als je het woord associatiespel speelt, is het parfum, spray. Maar goed, nu gaat het dus in een smeersel vorm. Ja. Okay. Yeah. Hoe is het nieuwe product aangeslagen bij jullie klanten? Ze zijn helemaal wild erover, echt enthousiast. Ja. En het is ook goedkoper, want het was eigenlijk ook een van onze main points. We wilden het accessible maken to everyone, want parfum is nu, of goede parfum is nu echt verschrikkelijk duur. Je betaalt al eigenlijk rond de flesje parfum. En we wilden dus goede parfum die lang bleef. En dit kost 200 SAD, dus het is eigenlijk Prijs-kwaliteit-verhouding is heel erg goed, omdat die ook lang blijft. En die geur is aangenaam, het is niet intrusief. Want dat is ook een van onze main points, dat het niet intrusief is. Dat je het niet hindert. Weet je, dat het niet overwhelming is. En de sinusreacties, want dan heb je ook verkeerde geuren kunnen bepaalde sinusaanvallen creëren. En dat zei ik, we hebben echt lang gewerkt aan de recipes. En totdat we de juiste geuren hadden, we hebben veelal bij onze familieleden getest. Dus we waren helemaal gek van ons. Wacht even, welke was deze weer? Het was echt... dit is echt gewoon een balsam, een zalf mix lotion, maar het is op basis van bijenwas. En bijenwas is heel goed voor de huid. Het is heel nutrition, full nutrients en vitamins. En daarnaast heb je dan andere ingrediënten om ook de huid te verzorgen en te beschermen. En dan heb je dan de parfum. Dus het is eigenlijk dubbel op, triple op. Yes. Very much. Yes. Rachel gaat ons voordoen hoe dat eruit ziet. Hè? Dus laat ons even dat potje zien, want dan kunnen we het ook nog herkennen. Yes. Dus dit is het Silo Perfume Balm. Ja. Kilo perfume balm. En het ziet er zo uit. Het is gewoon een salad. Een solid perfume. Is solid. En je neemt een beetje, echt maar een klein beetje. En dan smeer je het op je pulse points. Op eigenlijk alle punten waar je eigenlijk normaal parfum zou zetten. Achter je oor. En in combinatie met je lichaamswarmte, daar komt die geur
vrij. Ja, ja. Oké. Okay. En dit verkopen jullie alleen in jullie eigen salon? Of hebben jullie ook andere punten waar nee, we verkopen in Choice. Ja, alle Choice drugstores. Tulip drugstore. In Anna, bij Anna Beauty and Health. En in Nederland binnenkort. En we hebben ook een gift shop, Gifted. Die verkoopt ook de Silo Bombs. Dus we zijn bezig. Ja. Ik hoor het. We hebben nog meer afzetpunten te creëren. Ja. En hoeveel verschillende geuren hebben jullie op dit moment? We hebben 4 damesgeuren en 2 heren. Oké. Okay. Zijn jullie van plan om de geuren variëteit uit te breiden? We willen wel uitbreiden, maar net zoals we onze tijd hebben genomen met deze geuren, nemen we ook onze tijd om nieuwe geuren te creëren. Want we willen niet te snel komen met iets en dan slaat het toch niet zo goed in. Tot nu toe deze geuren, die 6 geuren die we nu hebben, mensen zijn echt razend enthousiast erover. Degene die er kennis mee hebben gemaakt, hebben zoiets van, what? Dit is van Suriname, hoe dan? En het leuke ervan is ook dat we Surinaamse namen hebben gekoppeld eraan. Dus we hebben bijvoorbeeld, deze wat we hier hebben is Blakarosu. We hebben, dus voor de dames hebben we Blakarosu, Kotomisi, Fayalobi en Heliconia. En dan voor de heren hebben we Sibibusi en Nitalu. Dus we proberen echt gewoon die Surinaams, en we proberen het zo Surinaams mogelijk te maken en te houden. Ik wil dat iedereen hier in Suriname zoiets heeft van, oké, het is een luxe geur, het is van ons. Ja. Weet je? Onze geur, onze naam, alles. Ja, jullie hebben in ieder geval mij wel nieuwsgierig gemaakt, dus ik ga me even checken. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, ik wist niet dat jullie dat aan het doen waren, dus ik vind het heel erg mooi. Doen jullie de productie zelf of hebben jullie het uit handen gegeven? We doen het nu nog zelf. Dus jullie staan en in de salon en jullie zijn ook nog bezig met de productie. Nee, de salon hebben we eerlijk gezegd recentelijk gesloten. Dat was gewoon om persoonlijke gezondheidsredenen van mij. Dus nu hebben we ons volledig gestort op Silobom en daarom doen we de productie nog zelf. Maar als de productie gaat verhogen, en ik zeg gaat, want ik ben ervan convinced, dan gaan we wel meerdere mensen in dienst moeten nemen om ons te helpen. Dan wordt het wel een beetje zwaar. Dan wordt het een business, dan wordt het anders. Ja. En als ik hoor Nederland, dus dan ja. Ja. Ja, dan is momenteel de volgende fase zijn we dus bezig. Momenteel zijn we bezig met een nicht van ons die een webshop aan het creëren is. En dan kunnen de mensen in Nederland dus makkelijker bestellen vanuit Suriname. Very nice. Dames, gefeliciteerd. Yes. Heel erg goed. We kijken uit naar nog meer ontwikkelingen, want ik weet zeker dat het niet alleen maar bij parfum gaat blijven. Maar jullie gaan doorgaan als ik jullie een beetje ken en het een beetje heb gehoord. Dan mogen we erop wachten, want it's coming. Ja, yes. Zeker. We sturen ook een paar samples naar jou toe, zodat je dan kan genieten van alles. Prima. Helemaal goed. Yes. Dat is een leuke verrassing voor de vroege ochtend. Dankjewel daarvoor. Heel erg veel succes met de onderneming. En feel free om ons platform te gebruiken when you have a new product to introduce. Dankjewel. Okay, dankjewel. Ook bedankt voor het interview en voor de exposure die dit ons nog meer geeft. So, thank you very much. Graag gedaan. Heel erg veel succes ermee. Dankjewel. Bye. Altijd leuk om nieuw ondernemerschap te promoten in Q-Time en om te zien hoe jonge mensen in Suriname zelf bezig zijn om te werken aan hun eigen ontwikkeling en aan Surinaamse productie, nog belangrijker. Vandaag spraken we dus met Rachel en Ebicho over hun nieuwe lijn, de Silo Perfume Balm. U heeft het van ze gehoord waar dit product allemaal te vinden is en ik zou zeggen probeer het uit, het is een Surinaams product en met deze twee fantastische vrouwen kan het niet anders dan geweldig zijn. Hartelijk bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time. Tot de volgende. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.